Op 18 maart zijn de provinciale statenverkiezingen. Ondiep TV vroeg zich af, wat gaat u stemmen? Op Wilmers. Ja? Wilmers heet hij toch? Ja. Waarom? Nou, ik vind het een leuke kerel. Ja, gezellig blonde kop. Ja, lekker geblondeerd haar, ja, daar hou ik wel van. Ja, D66 doe ik meestal, ja. En waarom? Dat past het meeste bij me. Ja, het minste van de slechte, zeg maar. Wat vindt u het belangrijkste onderwerp van deze verkiezingen? Van de provinciale statenverkiezingen? Met name een stukje werkgelegenheid. De provinciale statenverkiezingen, waar gaan die eigenlijk over? De provinciale statenverkiezingen gaan over heel veel dingen waar je eigenlijk nooit zoveel aan denkt als je hier woont. Maar het gaat bijvoorbeeld over de regionale economie. En wat de Partij van de Arbeid dan heel belangrijk vindt is hoe creëren we meer banen. En dan niet alleen maar voor de hoger opgeleiden, voor de mensen met een universitaire opleiding, maar ook gewoon voor mensen hier in de straat. Daarom hebben wij bijvoorbeeld een plan bedacht om 2000 stageplekken te creëren. Juist met name voor mensen met een mbo-opleiding, zodat iedereen kan mee profiteren van de economie van Utrecht. Nou, mijn naam is Sorel Yassini en ik heb zo'n 5 jaar daarachter gewoond in Ondiep. De afgelopen 4 jaar heb ik als statenlid ben ik bezig geweest met de portefeuilles economie en milieu. Dat zijn portefeuilles die heel goed samengaan. En wat we hebben gedaan de afgelopen 4 jaar is dat we een stimulans hebben gegeven aan de economie, zodat we meer werkgelegenheid krijgen in de provincie. De focus is altijd geweest op de kracht van de provincie zelf. Hoogopgeleide mensen die een technisch achtergrond hebben, vooral met de Universiteit Utrecht. Daarom hebben wij ons gefocust op life sciences, op gaming en op duurzaamheidseconomie. Daar hebben we op ingezet en daar hebben we ook internationale bedrijven naar de provincie toegehaald. Waarbij honderden directe banen zijn gecreëerd door het bedrijfsleven en indirect duizenden. Daar zijn we heel trots op. Ga je stemmen? Nee, nog niet. Ik ben nog geen 18. Maar als ik zou stemmen, dan zou ik op de PVV gaan stemmen. Ik ga op het CDA stemmen. En waarom is dat? Het kabinetsbeleid zoals het nu is, dat ik daar niet helemaal mee eens ben. Ik denk dat toch iets anders moet gebeuren. Julie, we horen regelmatig stemmen opgaan om de provincie op te heffen. Wat vind je daarvan? Ja, dat vind ik eigenlijk een beetje een onzinnige discussie. De provincie heeft nu een aantal taken. We moeten soms een beetje op een groter niveau denken dan de provincie groot is. Maar dat kan prima op basis van een bepaald thema. Als we bijvoorbeeld denken aan het milieu en aan elektrisch rijden bijvoorbeeld, dan kunnen we ook praten met allerlei partijen buiten Utrecht. En daar hoeven we geen provincie voor op te heffen. Dat kost alleen maar papier en dure consultants die daar hele dikke rapporten over schrijven. En daar schiet de burger niet zoveel mee op. Wat gaat u stemmen? Ik stem altijd op de Partij voor de Dieren. Want de dieren die kunnen er niks aan doen. Waar kunnen ze niks aan doen? Dat ze zelf niet kunnen stemmen, maar die krijgen geen stemformulier. Okay. Julie, als jij in de Provinciale Staten komt, wat kun jij dan betekenen voor mensen in de buurt? Nou, wat mij opvalt, ik woon hier dus zelf vlakbij aan het begin van de Amsterdamse Straatweg. Daar is een tijdje geleden is daar een Ecoplaza gekomen. En ik weet niet of je er wel eens geweest bent, maar dat is allemaal niet te betalen. Dat is zo duur, terwijl ik heel graag gezonde producten ook uit de streek wil kopen. Maar mijn plan hier, als ik in de Staten zou komen, is hoe krijg je nou die gezonde producten die allemaal door enthousiaste boeren hier in de regio gemaakt worden, hoe krijg je die nou terecht bij burgers die dat allemaal niet kunnen betalen? Mijn vader zei altijd, stemmen dat is een recht. Vroeger was het een plicht, toen moest je stemmen. Maar tegenwoordig is het een recht en de recht wil ik mij niet laten ontnemen. Nog één advies voor de kijkers thuis? Ga vooral stemmen op 18 maart. En niet alleen voor de provincie, maar ook voor de waterschappen. Het heet hier Ondiep, deze wijk. Maar als we het water laten binnenstromen, dan wordt het hier een stuk dieper dan Ondiep. Dankjewel.